mensen, leuk dat jullie weer kijken. Nieuwe jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen. We staan weer in de loods. We gaan verder met de 1.8 Turbo van mijn maat. Project R ook wel genoemd. Heb een tijdje stilgelegen. Maar we hebben weer alle drukte van het dak achter de rug. En weer een goed voornemen, zullen we zeggen. En ja, de baard is ook weg. Zo. Ah, ik mis hem wel een beetje hoor. Nee, het was dat mijn vrouw zegt, goh, ik zou je wel weer willen zien zonder baard. Nou ja, goed, ik zeg dat kan. Dus ik wou het voor Saoedi-Arabië niet doen, want ik denk straks kom ik het vliegtuig niet meer in. Want ik sta op mijn paspoort nog met baard. Maar goed, hij is er dus af. En het is wel koud, kan ik je vertellen. Maar goed, dat maakt voor de rest niet uit. Hij groeit vanzelf eraan. En hij gaat zeker terugkomen, want die dikke nek vind ik ook maar niks. Voor nu gaan we eventjes verder met de 1.8 Turbo. We gaan het blok even ophijsen. Nou, gelukkig heb ik een brug. Dus we gaan proberen met een brug hem een beetje te liften. Ken je even van zijn steun af. Kunnen we de krukkenskering vervangen. Die hebben we hier ook, die kering. Dat is eigenlijk gewoon een aluminium plaat. En moet ik goed zeggen. Even kijken, hoe zit die? Dit is de buitenkant van de plaat. Dus hij komt hier ook op deze binnenrand. Dicht hij dus af tegen het blok aan. Dus dat moet goed komen, die gaan we vervangen, want ja, als je de bak toch uit elkaar hebt, pak dit nou mee. Dit is echt een tientje. En daar heb je zoveel plezier van als je dat wel nu in één keer even goed doet. Dus dat gaan wij dan ook even doen. Dus die gaan we even vervangen en dan gaan we kijken of de koppeling het eraan wil en de bak uiteindelijk. En misschien kunnen we hem al laten rusten in de body van de Golf, maar dan moeten we even kijken. Met een beetje rubberkit, een beetje de kritische hoekjes ingekit aan de binnenkant. Voor de rest draagt hij op een soort van uitstekend rubber ding. Dus hij centreert mooi op dat kunststof. Hoppa, en je drukt hem in één keer eroverheen. Deze twee gaten zitten dichter bij elkaar en hier is de ruimte groter, zoals jullie kunnen zien. En zo moet je hem ook vanzelfsprekend monteren. Dus we draaien ze aan en dan heb ik een trucje. Dat ga ik jullie laten zien. Ik heb ooit een keer dit sleuteltje gekocht. En als we dat sleuteltje met een bout hierin draaien. Zo. Dan hapt het sleuteltje hapt in de tanden. En daardoor blijft je vliegwiel op zijn plek staan. Draait hij niet door. Dus dan kun je gewoon met een grote sleutel. Kun je met een grote sleutel kun je hem aantrekken. Dat ga ik even doen. De batterij is leeg, dus die laden we even op. En als dat gedaan is, dan is de batterij weer opgeladen. En dan kunnen we weer door met de bakker achter planten. Oh mensen, je raakt hier wel een beetje verwend van hoor. Lekker gaskacheltje. Ik moet echt in de neefse lijn blijven staan, anders krijg ik koud. Goed, we gaan even het vliegwiel zit erop. We gaan nu beginnen met het monteren van de koppelingsplaat. En er zit nog even een paar do's en don'ts zitten eraan. Sowieso. Even de do's. Ook als je nieuw maakt met schoon, dan ben je remmen eigenlijk. Gewoon even. Even schoonmaken.
Goed, zoals jullie kunnen zien, de koppelingsplaat heeft een dikke kant en een dunne kant. Die dunne kant die gaat richting het vliegwiel. En je hebt daar speciale centreerasjes voor, maar die heb ik niet. Ik ben toen de tijd zo slim geweest om een stuk duct tape, net zo lang een half duim verlengstuk uit te vullen. Dit past er precies overheen. Hij kent het maar op één manier, jongens. Ik zou hem op drie manieren erop kunnen zetten, maar in dit geval ken hij maar op één manier. Het pikje moet omhoog staan. Goed jongens, onder het mom van als we het toch uit elkaar hebben. Dit is een speciale 12-kant, lijkt op een Torx. We halen er even drie buikjes los. Zo. Dit is een kering van de versnellingsbak, van de Prisa-as. En de Prisa-as is dus de as die je bak in gaat. En hij lijkt niet zo oud hoor, deze kering. Maar goed, aangezien we toch de boel los hebben, wil ik het zekere voor het onzekere. En wil ik dus gewoon die kering vervangen. Nou, dit is de oude kering. En dit is de nieuwe. Daar doen we een klein likje vet in. Even kijken, heb ik dat hier nog? Een beetje vettigheid aan de binnenkant, dan glijdt hij lekker eroverheen. Ook een beetje vettig maken. Zo. Hier zullen we aan alle momenten wel eens, maar we doen dat gewoon een beetje op gevoel. Het is aluminium waar het in draait. Dus omdat het aluminium is, niet te hard aan draaien. Zo. Hupsakee. Nou, mooi. Dan hebben we nog. Hier beneden zit een knobbeltje. Er zit nu een beetje kunststof op. Dat hebben ze expres gedaan. Dat is het punt waar deze kom op scharniert. Deze vork die waren we kwijt. Vraag me niet hoe. Klein beetje vet erop. Ik vind die lekker. Dan is dit de druklager. Dat schuiven we over deze as heen. En als het goed is, klik. Zit hier vast. Hier komt de koppelingscilinder vanaf achteraf tegenaan, hierboven. En dan druk je door deze naar voren en achter te wegen, druk je de koppeling vrij. We zorgen even dat die bak op een pelletje komt, zodat we de brug kunnen laten zakken met de motor. En dan schuiven we die pellet naartoe en dan tegen elkaar aan. Dan leggen we het hele zwikje op de pellet. En als dat zo gedaan is, dan kunnen we namelijk die pellet met de pompwagen een beetje heen en weer rollen. En dan is er niet meer zoveel stress op dat gebied. En dan zijn we die grote brokken een beetje uit het pad vandaan kwijt. En ik heb alleen nog die oude 1800 motor staan van die Golf 3, dus die moet ook nog even exit. Maar ik heb dat tegen elkaar aan, dan is dat... En nu wil ik eigenlijk dat motorblok even laten hangen. Maar die baksteun die mis ik nog hierdoor. Dus, maar ik ga even kijken of ik de andere vast alvast kan aansluiten en of ik dan de voorbalk kan monteren hier dan met de nieuwe motorsteun. Deze zat er nieuw bij, dus nou ja, best. Gaan we die mooi voorop monteren. Dan hangt de motor misschien ietsje scheef, maar dat zien we dan wel weer eventjes. Ja, het is nu even zaak dat ik de carrosserie naar beneden breng. En dan kunnen we de motor zachtjes erop zetten. En misschien even eerst het kruisstuk erin schuiven van het stuurhuis. Dat is ook wel handig om te doen. Dus dat ga ik even voor elkaar maken. Zo mensen, ik ben weer wat aan het rommelen geslagen. Met de 1.8 Turbo. Ik had wel iets heel moois eigenlijk. Ik vind het stiekem een beetje jammer dat ik dat niet gedaan heb bij mijn Golfie 2. Wat is het nou? Kijk. Er is van Quick Break een set met dit nummer. En dat is een remleiding set.
voor een Golf 2. Complete set. Voor mij kostte die 18'tjes. Oh, eentje opruimen. Hij kostte 18'tjes, die kun je nu niet meer voor aan de gang. Want ik denk dat deze set ondertussen ook wat duurder is hoor. Want alles wordt duurder. Maar kijk. Right middle tube. Kortom. Dit is een tube naar achteren toe voor de achterremmen. Alles is al gevelst. Nou, hier zie je zo'n ding hangen. Dan hebben we daar nog nieuwe clipjes op gedaan. Nieuwe remslangen zaten er al op. Dit is het nummer van die clipjes, jongens. Zo. Nou, de bak zit erachter. Alles lijkt voor elkaar. Ik wil hem straks op zijn plek schuiven, zo. Dat hij zit. Als hij maar hangt. Dan kan hij weer op zijn wielen en dan kan hij rollen. Dat is wel lekker, ook voor mij. Dus ja, we gaan even kijken wat het allemaal... Mijn batterij is bijna leeg, dus ik ga jullie even... Ik ga jullie even stekken, hè. Maar ja, we zijn wel weer lekker bezig. Dus ja, het moet nou maar eens af. En ik heb het nieuws. Kijk, sneak peek. Komt later meer. Als je geen motortakel hebt, moet je af en toe een beetje creatief wezen. Goed, ik heb hem op de pallet gezet. Maar ja, de pompwagen komt niet hoog genoeg. Maar ja, even dat ding opbeuren was ook niks. Dus ik heb net eerst dat partijtje blokken eronder gezet. Met de balk zo schuin naar beneden. Toen de krik eronder, die omhoog gewerkt. Nou heb ik daar in het midden een houtje eronder zitten. Voor die met een corrigerend tikkie. Onder krijgen. Zo. Nu kunnen we de krik iets laten zakken. En dan in feite, maar dat is praktijk. Kijk, dan draaien. En dan zo. Zouden we daar nu boutjes in kennen, zodat we hem kunnen ophangen. Dus dat gaan we even proberen. En als je eenmaal hangt, dan hangt hij maar. En dan is het goed. Dan kunnen we de aandrijfassen erin zetten met de veerpoot er weer tussen. Dan begint het alweer wat te worden. Jongens, aanvankelijk had ik een klein probleempje. De voorste motorsteunbalk zat er niet. Althans, de voorste motorsteun. Die zat niet bij deze motor van die 180 Turbo. Ik denk, weet je wat, pak die. Oude van GTI 60 kleppen. Die heb ik ooit een keer opgelekt, zoals jullie kunnen zien. Dit stuk. Omdat ik een VR6 motors de frontbalk had voor mijn Golf 2. Met die 60 kleppen motor toen de tijd. Dat is overigens dezelfde bak als dat hierop zit, gewoon een 02A bak. Maar dat kwam toen niet lekker uit. Ik had toen speciale motorrubbers van Klaus van Essen. En dat was allemaal, het was een beetje twijfelachtig. En ik weet niet waarom. Maar ik heb toen de tijd dit verlengd. Met dit stukje. Nu moet ik dat stukje eigenlijk er tussenuit halen. Maar om die hele steun weer open te flexen en te doen. Dus ik moet eigenlijk een nieuwe steun scoren. Maar wat gaan we nou doen? We maken dit gat hier ook. Maken we gewoon dezelfde afstand die kant op. Dan kan het tenminste even rusten allemaal. En dan kijken we later wel verder. Want je vindt ze niet zo makkelijk die dingen. Natuurlijk zullen er gasten wezen die er genoeg hebben. Maar dan moet ik weer naar helemaal de andere kant van het land. En moeilijk en lastig. Dus ik probeer eens dit eventjes, dan kennen we tenminste hebben we gewoon een basis waarop we kunnen werken. Dus even kijken jongens. Dit is dus zo gemeten 25 mm. Dat doen we vanaf de hart van dit bout hier dan. Dit kras hier dan, slaan we even 6 centertje. En dan kennen we die even opnieuw boren. Je kunt in feite de oude ronding nog zien zitten. Zien jullie dat? Daar hebben we ooit de motor erin gezeten. Dit heb ik aangelengd. We gaan nu 12 boren. Daar zit het wel wat ruimer in zijn jasje, maar dat is niet zo erg op zich.
altijd wel weer blij met mijn boormachientje. Ik bedoel, het is een simpel dingetje, maar je kan het ook niet te hard boren. Je kan niet te hard drukken, want dan loopt de boor vast. Ja, prima. Ik ga het steuntje even monteren. En dan zijn we eigenlijk wel een beetje klaar voor vandaag. Nou, hij hangt. Die motorbalk die was een klein beetje ter assistentie, want hij zit los. Hij staat alleen bij de bak, staat hier op een blok hout nu. En waarom is dat? Omdat ik de baksteun nog niet heb, dus die gaan we even voor elkaar maken. Nou, dit ziet er ook wel aardig uit. Dus dat, nou ja, misschien laat het zo zitten. Het is toch de voorste motor, het is niet het allermooist, maar ja, het project kost al genoeg geld. Dus misschien kan het helemaal geen kwaad. Maar de motor staat erin, dus dat is gunstig. Volgende keer even de andere vassen erop douwen. Dit spuiten we even zwart de volgende keer, want dit is ook geen gezicht. Dus andere vassen erin en dan kunnen we hem naar buiten rollen en even een plasje water geven. Want overigens zit fucking veel stof op. Oh ja, en ook wel grappig. Jullie dachten misschien, het praat hier een beetje luid en zo. En waarom heb je die oordopjes in? Maar ik luister tegenwoordig muziek via die dingen. Deze zijn van Rolf Stone. Super knap spul. Ik hou wel van die inserts. Apple heeft ze ook al, maar die kosten €350. En deze waren 84. Super goed, goede shit. Overigens geen betaalde reclame, jongens. Hey. Dus dit zeg ik puur uit mijn hart. Ik ben echt super blij met die gasten. Het zijn mooie doppies. En nou, laat eerlijk wezen, als je ze voor €84 nog eens een keer kwijtraakt, alaaf, weet je wel. Ik bedoel, bij Apple ben je gewoon €350 verder. Maar goed. Ja, of 300, misschien dat ze wat goedkoper geworden zijn. Maar dat is super nice en ook nog wel een pluspuntje. Ik film nog wel eens wat links en rechts. En als ik dat vergeet de muziek uit te zetten, heb ik een heel mooi stukje film gemaakt. En dan achteraf blijkt dat er muziek op de achtergrond zit. En dan begint YouTube, krijgt weer jeuk. Dus dat wil ik eigenlijk niet. Dus daarom luister ik lekker dit. Heb ik mooi mijn handjes vrij. Muziek hier lekker in mijn oren. En ja, super nice. Dus Rolf Stone Nova is dit. Ze hebben meerdere soorten. Dus check de website een keertje. Altijd leuk. En als iemand kent van Rolf Stone, tekst even, hè? Hey. Nee, top jongens. Leuk dat jullie weer keken. Wil je weer wat meer zien van mij? We gaan weer beginnen. We zijn weer lekker bezig. We zitten er weer goed in. Dus ik zou zeggen, abonneer even op mijn kanaal. Kost niks. Doet mij een groot plezier. Jullie weer een beetje kijkvoer. Zoals Nicky Toet zou zeggen, kijkvoer voor je zieltje. En dan zou ik willen zeggen, jongens, tot de volgende. En... ik zie jullie later weer. Hoor, dat is losgaan, joh. Boah, muziek hier. Jongens, laters!